Welkom bij de vierde aflevering van Noordlicht Nieuws, het wetenschapsjournaal van de VPRO. Bij ons hoort u het laatste nieuws over wetenschap en techniek. Met vandaag onder andere gebruik van broeikasgas CO2 kan miljarden liters water besparen. En een oude dinosaurustand moet uitsterven van deze soort door een meteoriet bewijzen. En ook de nieuwe zwempakken, zijn die echt sneller? Welkom bij Noordlicht Nieuws. Maar we gaan beginnen met een revolutionaire verftechniek. Wereldwijd wordt er enorm veel textiel geverfd. En daarvoor zijn heel veel kleurstoffen en chemicaliën nodig. En dat levert heel veel vervuild water op. En dat is jammer, want drinkwater, daar hebben we zo weinig van. Jaarlijks worden miljarden tonnen schoon drinkwater op deze manier verspild. Het Nederlandse bedrijf Dyco in Delft ontwikkelde een nieuwe manier om te verven. Met CO2. En daarmee kan heel veel water worden bespaard. En er worden helemaal geen chemicaliën gebruikt. Alle textiel die wij aan hebben, wordt geverfd. Textiel is vanuit natuur wit en dat moet natuurlijk allemaal geverfd worden. Als je bedenkt dat per kilo textiel ongeveer 50 tot 150 liter water nodig is en daarbij ook nog heel veel chemicaliën, kun je nagaan hoeveel miljoenen liters water dat is. Wat wij hier hebben uitgevonden met ons bedrijf is dat wij textiel kunnen verven zonder water en zonder chemicaliën. En wij gebruiken daarvoor het broeikasgas CO2. Het proces zoals wij de textiel verven werkt als volgt. Dat wij gebruiken het broeikasgas CO2. Wat wij onder hele hoge druk in dit hele speciale koolstofvat brengen. Je moet je bedenken dat CO2 onder bepaalde druk en bij bepaalde temperatuur vloeibaar wordt. En dan hele mooie eigenschappen heeft om het textiel te verven. Het grote voordeel hiervan is dat het proces veel en veel korter wordt en dat het textiel ook compleet droog de machine ingaat en ook compleet droog de machine weer uitkomt. Per verfbeurt verlies je ongeveer maar 2% van de CO2 die wij gebruiken. 10 jaar geleden is het begonnen met dit prototype. En hier zie je ons tweede prototype en hier zie je ook hoe dik de deur in principe moet zijn als je geen gebruik maakt van de jukconstructie. Om die hele hoge druk op te vangen. In deze cilindertjes simuleren wij het hele CO2-verfproces, zodat wij de juiste verhouding kunnen bepalen om de kleuren te kunnen verven. Op dit moment is het proces voor 100% betrouwbaar gebleken en doorontwikkeld in de afgelopen 10 jaar voor synthetische vezels. En met name polyester, lycra, acryl. Voor katoen is het op dit moment nog wat moeilijker omdat dat een natuurproduct is. Maar we hebben wel in ons laboratorium al een proces ontwikkeld waardoor we ook in de toekomst, geschat over 1 tot 3 jaar, ook katoen kunnen verven met CO2. Als je bedenkt dat ongeveer 80% van het textiel wordt geverfd in Azië, waar natuurlijk ook veel tekort aan water is, zou dit een hele mooie oplossing zijn om daar gewoon wat aan dat milieuprobleem te doen. Daarbij zijn onze kleurstoffen die wij gebruiken voor het CO2-verfproces ook geheel puur. Er zitten totaal geen chemicaliën in, dus men heeft ook totaal geen probleem meer met het afvalwater. Hier kun je zien dat het materiaal echt compleet droog uit de machine komt en eigenlijk klaar is voor verdere verwerking tot textiel, kleding. Dit is nou nog eens een mooi voorbeeld van een creatieve oplossing van een milieuprobleem. Het bedrijf zoekt nog een afnemer die deze technologie op grote schaal wil invoeren. En nou ja, wij willen wel voor kennismakelaar spelen. Dus als u zelf in de lappies zit en graag een groene daad wil plegen, dan kunt u zich aanmelden op noorderlicht@vpro.nl. Wie waren de eerste Europeanen? Paleoantropologen, zeg maar onderzoekers die zoeken naar de oude resten van de mens, zijn al sinds jaar en dag op zoek naar de eerste bewoners van Europa. En in Spanje, hier op deze plek in Atapuerca, lijkt het antwoord gevonden. Op de cover van Nature vanmorgen uitgebreid aandacht voor een spectaculaire vondst. Een stuk kaakbeen en wat tanden van 1,2 miljoen jaar oud. U ziet ze hier op de foto. Er is al een naam aangegeven, de Homo antecessor, oftewel mogelijke voorouder van Neandertaler en misschien ook van onszelf. Maar daar zijn de onderzoekers nog niet helemaal zeker van. Waar ze wel zeker van zijn, is dat dit de oudste mensachtige bewoners van West-Europa zijn geweest. En in de buurt werden ook gereedschappen gevonden. Klussers dus. En klussers, dat is een teken van intelligentie, vonden de archeologen. En dat allemaal gevonden in Spanje, in Atapuerca.
Eens in de zoveel tijd ontstaat er weer een heleboel ophef over subliminale beïnvloeding. Oftewel, beïnvloeding zonder dat we het doorhebben. Je kunt bijvoorbeeld in een filmpje heel kort beeldjes met een boodschap zetten. Die worden dus niet bewust waargenomen. In 2000 probeerde het team van George Bush de opponent Al Gore in een kwaad daglicht te stellen... door in een verkiezingsspotje, nadat Al Gore in beeld komt, heel kort het woordje red te laten verschijnen. And Al Gore? Gore opposed bipartisan reform. The Gore prescription plan? Bureaucrats decide. The Bush prescription plan? Seniors choose. Maar ja, werkt het ook? In het blad Science van deze week verschijnt daarover een artikel aan de hand van de Utrechtse psycholoog Henk Aerts. Hij voerde een experiment uit door een paar milliseconden lang woorden als inspannen of kracht tussen andere positieve taal te laten verschijnen. Experimenteren met een soort subliminale pep talk dus. Het blijkt mogelijk om mensen via extreem korte boodschappen zo te beïnvloeden dat ze onbewust beter hun best gaan doen als ze een taak moeten uitvoeren. Het onderzoek is eigenlijk over de vraag hoe mensen zeg maar, onbewust gedrag vertonen. En wat we eigenlijk geïnteresseerd in zijn is hoe ver we eigenlijk mensen kunnen motiveren zonder dat ze dat doorhebben om bepaalde dingen te doen. Maar subliminale beïnvloeding, dat was toch onzin? Subliminale beïnvloeding is eigenlijk een moeilijke term. Het is eigenlijk slecht begonnen met die terminologie. In de jaren 50 is er een zogenaamd onderzoek gedaan in een bioscoop waarin Vickery, dat is de naam van de persoon die het heeft uitgevoerd, zogenaamd Coca-Cola en popcorn worden tijdens een film heeft aangeboden onder de waarnemingsdrempel, wat vervolgens leidde tot meer Coca-Cola kopen en popcorn in de pauze. Maar later bleek dat het onderzoek onzin was. En eigenlijk heeft dat het hele domein ook in een slecht daglicht gezet. En mensen vinden het ook onprettig natuurlijk om onbewust beïnvloed te worden. En ja, het is geen onzin, maar het is wel gevoelig. We hebben een aantal proefpersonen. Wat we speciaal bij bepaalde groepen doen is onder de waarnemingsdrempel subliminaal bieden we woorden aan die met inspanning te maken hebben. Met het idee dat als we die mensen onbewust met inspannen zeg maar, activeren in de hersenen en dat samen laten gaan met die positieve woorden, dat ze dan vervolgens gemotiveerd worden om zich in te spannen. Nou, als we dat hebben gedaan, dan gaan de proefpersonen naar een andere taak toe waarin ze een soort handgrip moeten knijpen. En dan zien we dat als we inderdaad die proefpersonen met inspannen samen met positieve woorden hebben aangeboden, dat ze harder gaan werken op die handgrip taak. Als mensen alleen maar die woorden hebben gezien van inspannen, niet samen met die positieve woorden, dan beginnen ze sneller te knijpen. En gaat in feite, ja, je kunt gewoon zien dat ze klaar zijn gezet om te gaan inspannen. Dat is alles en dat verdwijnt heel snel weer. En zodra we die groep gaan bekijken waarin die positieve woorden samen gingen met die inspanningswoorden, dan zie je dat ze echt gemotiveerd zijn. Ze houden langer aan met die kracht, ze knijpen echt harder in dat ding. En dat is toch wel een teken dat ze gemotiveerd zijn om ze in te spannen. Subliminale pep talk. Kijk, we wisten natuurlijk al dat gedrag kan worden klaargestoomd, onbewust, om uit te worden gevoerd. Maar wat er toch echt wel nieuw aan is, is toch wel dat we kunnen zien dat mensen in staat zijn onbewust zeg maar, beïnvloed te worden. Om echt hun best te doen op een bepaalde taak. En dat dat eigenlijk werkt via hele simpele positieve signalen die samengaan met waar de taak eigenlijk over gaat. In dit geval inspannen. De woorden uit het experiment zaten ook echt in het filmpje verwerkt. Als het goed is, voelt u zich zo meteen een stuk meer gemotiveerd en energiek. Elke uitzending van Noordlicht Nieuws kijken we ook even terug naar het verleden. Deze week vonden we een onbekende Groningse uitvinder die in 1942 een fantastische nieuwe fiets had bedacht. Fietsen met arm- en beenbewegingen. Waarom zou je bij het voortbewegen van uw fiets alleen uw benen gebruiken? U hebt toch ook armen? Een uitvinder in Groningen heeft een fiets geconstrueerd waarbij de kracht van benen en armen benut wordt. Zodat u met dezelfde lichaamsinspanning als op een gewone fiets een snelheid van 35 tot 40 kilometer per uur kunt bereiken. Iets voor jou? Ja, ik slinger normaal al een beetje, maar dat is toch een goed idee dit. Thank you.
Nou, het is even wennen, zo'n fiets. Wat ons betreft verdient deze fiets een tweede kans. Kent u deze uitvinder nog of heeft u nog zo'n fiets staan? Mail het even noordlicht@vpro.nl. Dank u wel. En dan nu rumoer in het zwembad en niet over burkinis dit keer. 9 wereldrecords bij het EK zwemmen in Eindhoven de afgelopen week. En nou ja, laat nou net vorige maand een nieuw zwempak geïntroduceerd zijn. Een zwempak dat zo strak om het lijf zit dat je er 20 minuten over doet om het aan te trekken. Maar dan heb je ook wat. Kijk maar naar de sneuvelende records. Ligt het nou aan het pak of juist aan de zwemmers? En hoe meet je dat? Bewegingswetenschapper Huub Toussaint van de UvA en de Hogeschool Amsterdam die heeft een techniek ontwikkeld om objectief te bepalen of het nou aan het pak ligt of aan de zwemmers. Nou, Noorderlicht Nieuws nam een aanloopje en dook erin. Dit is het pak. Het pak zou de weerstand moeten verlagen. Het is ook heel erg glad. Het drukt alle contouren weg zodanig dat de stroomlijn verbetert. Het omhulsel is zo strak dat de inhoud helemaal glad wordt getrokken en niet kan lubberen bij de afzet na het start en keer. Of het sneller is, weten we niet. Het probleem hierbij is dat je, als je gaat zwemmen, toch te maken hebt met de techniek. En de ene zou daardoor meer voordeel kunnen hebben dan de ander bij hetzelfde pak. Dat gaan we meten. We gaan het doen in Frankrijk voor de nationale ploeg. We gaan het zeker denk ik ook in Nederland doen. In Eindhoven in het laboratorium wat daar wordt ontwikkeld. En daarbij gaan we naar twee dingen kijken. We kijken naar de situatie dat je hebt afgezet en eigenlijk passief door het water scheert. Er is nu net een heel nieuw instrument waarmee we dat kunnen meten. Met een sleeptechniek doen we dat. En het andere instrument wat we al een tijdje hebben is het zogenaamde Measuring Active Drag systeem. Waarbij je zwemmend kan meten wat het effect van zo'n pak op de weerstand is. En dat systeem is erop gebaseerd dat je eigenlijk over dat apparaat zwemt, tegen het apparaat, tegen die plankjes afzet. Die afzetkrachten worden geregistreerd. En de grootte van die afzetkrachten die komt overeen met de weerstand die je op dat moment ondervindt tijdens het zwemmen. En als je dan twee situaties hebt, één waarbij je dit pak gebruikt en één waarbij je het oude pak gebruikt, dan kan je in beide situaties bij dezelfde snelheid bepalen wat de weerstand is. En op die manier kan je het effect van zo'n pak op de totale weerstand goed in beeld brengen. Je kunt ook een zwemmer vragen om zo hard mogelijk te zwemmen met dat pak en zonder pak en dat te vergelijken. Ja, er zijn. Nou kijk, die vraag kun je natuurlijk ook stellen. En je kan ook zelfs statistische analyses uitbrengen op alle tijden die worden gezwommen met zo'n pak of zonder zo'n pak. Daar zit natuurlijk ook de psychologische component in en die zal zeker ook een rol mee kunnen spelen. Wat je met deze metingen doet, is dat je echt gaat kijken naar wat is nou het fysisch effect, wat is het natuurkundige effect van zo'n pak op de totale weerstand. En daar probeer je dan grip op te krijgen door metingen te doen. U heeft al veel pakken getest. Wat denkt u van dit nieuwe pak? Meet is weten. En laten we gewoon kijken wat voor effect het oplevert. Dus ik weet het niet. Ik verwacht het dat er wel iets aan effect is. En wellicht is het ook zo dat de ene zwemmer er wel echt baat bij heeft en de andere zwemmers juist niet. Waarom is dat? Nou, omdat die techniekeffecten een rol zouden kunnen spelen. En ook omdat de ene zwemmer gewoon veel meer onderhuids losliggend weefsel heeft, wat gaat vibreren. En als dat zo is, dan heeft dit pak wellicht het effect dat het alles goed compact bij elkaar houdt en dat dan die extra remming niet meer optreedt. Dit pak is vooral handig voor de wat dikkere zwemmers. Dit pak is handig voor die zwemmer die wat losliggende delen rondom zijn lijf heeft liggen. Op het moment dat je dan hard afzet, dan gaat het ribbelen en geeft extra weerstand. Dit pak zou het effect kunnen hebben dat het zeer compact alles bij elkaar brengt. Zodanig dat dat ribbelen minder optreedt en dat daardoor de weerstand verlaagd wordt. Dus dit pak is misschien voor vrouwen handiger dan voor mannen? Ik verwacht dat het voor vrouwen een beter en groter effect oplevert dan voor mannen. In mei gaat Toussaint het corsetpak op het Franse team testen. En van de zomer zijn de losliggende delen van de Nederlandse zwemmers aan de beurt. Opmerkelijk dus. Vooral voor dames is het voordelig zo'n zwempad. Want voor de heren is een strak broekje genoeg. Een opmerkelijke vondst door professor Dr. Jan Smit, geoloog aan de Vrije Universiteit. Hij vond fossiele resten van dinosaurussen in een aardlaag die 65 miljoen jaar geleden ontstond als gevolg van een meteorietinslag. Welkom in de studio. Goeienavond. Dit is hem, hè, uw ontdekking. Ja, dit is de ontdekking. We hebben ook nog een wervel van een mosasaurus gevonden. Maar
Het is een klein ding, ik kan ook niet zien. Het is de tand van een Velociraptor, wel bekend van Steven Spielberg en Jurassic Park. Maar het bijzondere is dat die in de laag ligt, hè, hier zie je die spikkeltjes in die laag ligt, die bedekt is door het materiaal wat uit de krater geslingerd is. Dit is de plek waar u hem gevonden heeft? Dit is de plek waar we hem gevonden hebben. Dat is een vrij omvangrijk gebied. Ja, je kan eigenlijk rond de hele Golf van Mexico kan je materiaal van die, wat uit die krater geslingerd is, kan je terugvinden. En dit is de eerste keer dat we dinosaurusresten gevonden hebben die ook daadwerkelijk bedekt zijn door het materiaal uit de krater. Maar hoe vindt u zoiets? Ik bedoel, ik was het voorbij gelopen, maar ik ben daar ook niet in getraind. Maar ik zie dat u een leesbril heeft bijvoorbeeld. U loopt daar. Ik loop daar en ik moet, ja, als 60-jarige verlies je wat vroeger deed dan met het blote oog. Dus eigenlijk op afstand, daar ligt iets bijzonders. Hè? Dat is wat je opvalt. En waar zie je dat dan aan in het geval van nou, dit steentje? Dat is de vorm. In deze geval zie je een puntige vorm met ja, een beetje een kleur die afwijkt van wat er in de omgeving zit. En daardoor valt het op en daardoor vind je het. Ik durf het bijna niet aan te raken, want ik ben bang dat ik uw ontdekking sloop. Maar ja, je ziet hier een soort tandje. Dat kan je net zien. Ja, je kan het, ja, hij is ook een beetje beschadigd enzovoort. Leg me nou eens uit waarom dat zo belangrijk is, het vinden van dit tandje. Nou, we hebben jarenlang gewacht. We dachten eigenlijk dat die dinosaurus iets eerder waren uitgestorven. Ze haalden het nooit tot die laag die uit die krater geslingerd is. We hadden eigenlijk een kerkhof verwacht die bedekt was met dat materiaal. Dat hebben we nooit gevonden. Dus de eerste keer dat misschien even terug om kort samen te vatten. De theorie is, er kwam een meteoriet. Ja. Daar kwam allemaal troep uit. En pats, dat was het einde van de dinosaurus. Heel snel, want er kwam verdampt ook heel veel materiaal. Die hebben de atmosfeer veranderd. Eerst was het heel koud een paar weken lang, toen was het heel warm. Daar hebben ze het loodje gelegd. Maar dan moet je dus, om dat te bewijzen, ook een aantal dode dino's vinden onder een laag stof uit die krater. Nou precies, en dit is de eerste keer dat we dat daadwerkelijk gevonden hebben. Nou is er ook een andere stroming, die zegt dus allemaal onzin dat van die meteoriet. Het gaat allemaal om toegenomen vulkanisme en dat heeft de dino's genekt. En jullie zijn het nog steeds niet eens. Nee, dat zijn de twee grote theorieën die tegen elkaar in het strijdperk treden, kan je wel zeggen. Het grote verschil is dat die meteorietenslag heel snel gebeurt en dat vulkanisme toch meer dan een miljoen jaar duurt. Maar jullie worden ook echt emotioneel, hè, in die discussies. Ja, het gaat over oplichterij en dat zijn geen echte wetenschappers. Ja, dat is het leuke van wetenschap. Je bent echt fel emotioneel bezig. Ja, natuurlijk. Anders wordt het een saaie wetenschap. Je zit achter een microscoop, zit koekeloeien, doet niks. Maar ja, ik bijvoorbeeld, die mijn grote tegenstander, die vond iets ergens waar ik ook gewerkt had. Ik zei, nou, daar klopt geen moer van. Oh ja. Je ziet dingen die gewoon niet bestaan. En dan kan je zeggen, oplichterij, dat was wel erg fel misschien. Maar dit steentje, dit heeft u gevonden. We zien hier ook nog een deel van die krater. Ja, je ziet hier het materiaal wat eruit geslingerd is. Je ziet de luchtbelletjes en het glas hier nog liggen. Maar waarom is dit zo belangrijk? Want je zou kunnen zeggen, nou, het is één tandje. Ik bedoel, dat is nou, dat is helaas maar één tandje. Ik had graag een kerkhof gevonden. Het is de eerste. Het is de eerste die echt bedekt is door het materiaal van die meteorietinslag. Dus we weten zeker dat die Mosasaurus en deze Velociraptor het in ieder geval gehaald hebben tot die inslag. Oké, en dan is natuurlijk de andere vraag van als dat de dino genekt heeft, waarom hebben zoveel andere dieren het dan wel overleefd? Nou ja, je kan je voorstellen, dinosauriërs zijn grote beesten die op het land leven. Ze kunnen niet zwemmen, ze kunnen absoluut niet graven. Alles wat groter is dan 25 kilo heeft het loodje gelegd, zo kan je het wel stellen. Want het kon zich nergens verstoppen. En dat kon zich nergens verstoppen, kon zich niet begraven. En reptielen als krokodillen en slangen bijvoorbeeld, die konden in stromende riviertjes springen en zich daar een tijd verborgen houden. Amfibieën ook, die duiken in de winter in de modder en dan overleven ze. Maar ja, als ik een tyrannosaurus in de modder zie springen, dan heeft hij daar geen prettig leven. Dus het is gewoon een kwestie van grootte. Het is ook heel makkelijk om een Afrikaanse olifant om zeep te helpen. Maar een malaria-muskiet, daar komt heel wat meer bij kijken. Dus, U gaat gewoon weer de strijd aan tegen de vulkanisme-stroming, gewapend met dit tandje. Ja, dat doe ik zeker. Nou, het kan natuurlijk wel zijn dat we een compromis bereiken. Je zegt van, nou, we zien een deel afnemen door middel van vulkanisme. Dat zou zwak zijn. Nu een compromis sluiten. Jullie hebben elkaar zo bestreden. Oké, nou, ik ben heilig van overtuigd dat alles wat uitgestorven is, dus nu ook de dino's, door die meteoriet. En misschien hebben ze het even slecht gehad aan vulkanisme, maar niet voldoende om ermee uit te sterven in ieder geval. Ik wens u veel succes met de discussie en dank voor uw komst naar de studio. Graag gedaan. We hebben hier echt een prachtig plaatje. Het is onze foto van de week en er was bij NASA eergisteren de astronomische foto van de dag. Zo'n 3000 lichtjaar van de aarde vandaan staat deze aanlokkelijke kattenoognevel in de interstellaire ruimte. De nevel is meer dan een lichtjaar breed en dat is 9,5 biljoen kilometer. De kattenoognevel is een van de beroemdste planetaire nevels. En zo'n nevel is het laatste stadium van het leven van een ster, zoals bijvoorbeeld de zon. Men vermoedt dat de ster in het midden gassen en stof
uitgestoten heeft. In een reeks pulsaties, een soort van ritmisch uitzetten en inkrimpen, imploderen, exploderen, de whole shebang. En de originele foto dateert al van 2004, maar werd onlangs bewerkt door Vincent Paris, zodat er veel meer details in de lichte en donkere gebieden te zien zijn. Nou, de specifieke kleuren corresponderen met verschillende stoffen, zoals bijvoorbeeld zuurstof, waterstof en stikstof. En astronomen vermoeden dat we hier kijken naar wat het toekomstige lot van onze eigen oude zonnetje is. Over zo'n 5 miljard jaar als hij oud, versleten en bejaard is. Nou, tijd voor ons weervrouwtje. Oké. Het is lente, al had je dat misschien nog niet door. En lente, dat betekent tijd voor het pollicht. In de noordelijke gebieden noemen we het ook wel noorderlicht, oftewel aurora borealis voor wie chic wil doen. En in het zuiden heet het dan aurora australis. Het pollicht wordt veroorzaakt door deeltjes van de zon. Waarom dat pollicht zo sterk gebonden is aan de weken rond de eerste lentedag, dat weten we niet. En als je in de wetenschap iets niet weet, dan moet je het onderzoeken. Het pollicht is een prachtig en mysterieus verschijnsel dat door de geschiedenis heen wordt beschreven in sagen en legenden. In Finland bijvoorbeeld dacht men dat het noorderlicht werd veroorzaakt door 4 over het ijs rennende vossen, waarbij de vonken uit hun vacht sprongen. Vaak zag men dat noorderlicht als een voorbode van naderend onheil. Noorderlicht ontstaat doordat er bij een uitbarsting op de zon geladen deeltjes de ruimte in worden geslingerd. En een paar dagen later bereiken deze deeltjes het magnetisch veld van de aarde. Door de vorm van dat magnetisch veld worden de deeltjes soms afgebogen en kunnen ze alleen via de Noord- en de Zuidpool binnendringen op het aardoppervlak. Hoe groter de zonneactiviteit, hoe helderder het pollicht. NASA heeft satellieten de ruimte ingestuurd om meer te weten te komen over het fenomeen pollicht. De geladen deeltjes hebben namelijk een storende werking op allerlei telecomsatellieten en op computersystemen in de ruimte. Er is een cyclus van globaal 11 jaar waarin de zonneactiviteit toeneemt. Om schade aan de apparatuur te voorkomen is het dus handig om te weten wanneer de magnetische stormen precies te verwachten zijn. Schadelijk of niet, ze zijn in ieder geval heel erg mooi. Zo mooi dat wij besloten ons programma ernaar te noemen. Ja, hartstikke mooi. Vorige week lieten wij u zien wat het nou precies is dat bepaalt dat de lente begint, namelijk de equinox. We hebben daar wat terechte kritiek op gekregen, dat onze uitleg niet helemaal duidelijk was. En dat laten wij niet over ons kant gaan. Dus we hebben een animatie op onze website gezet die alles volstrekt helder maakt. Met dank aan meneer Peter Bom die ons op deze heldere animatie wees. U kunt de link naar deze animatie en ook andere zaken vinden via noorderlicht.vpro.nl. En u kunt ons ook mailen op noorderlicht@vpro.nl. Dat was het voor deze week. Wij zijn er eventjes een tijdje niet in verband met voetballen. Maar de 16e april, dan zijn we er weer. Goedenavond. Goedenavond. Nee, precies.